fucking raar ook. Er was gewoon iemand in die kleedkamer. Was gewoon aan het scheren. Like, het is een fucking sportschool. 5 appels, 12,50. Helemaal crazy. Dat gaan we dus ook niet nog een keer doen. Oh, je hebt gewoon een spin al gegeten. Oh, you crazy bro. Maar dit is de truckiepan. Ja, besteld eigenlijk soort uit een truck. Bombini iedereen, welkom bij deze nieuwe vlog. Leuk dat je weer kijkt. Mijn naam is Lars Wegson en ik ben echt kapot moe jongens. Ja, waarschijnlijk kun je het wel zien aan mijn gezicht. Het is echt 6:30. Tenminste, ik heb 6:30 heb ik Claudia weggebracht. We zijn 6:15 opgestaan, dus we zijn mooi vroeg. En ik sta op het punt om te gaan sporten. Ja jongens, het moet ook gebeuren. Sporten. Dit was eigenlijk de bedoeling dat ik dan Claudia zou wegbrengen en dat ik dan meteen door zou gaan sporten. Dit is de eerste keer dat ik dat ga doen. Dus ik ben heel benieuwd. Het is echt 6:50 op het moment. Dus het is echt wel heel vroeg hoor. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Vorige week hebben we niet al te best gesport. We zijn echt maar 1 keer geweest. Dus dat was echt drama. Deze week moet wel iets beter. We zitten eraan te denken. Ik in ieder geval om 4 à 5 keer te gaan. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Volgens mij ga ik vandaag alleen. Ja, morgen, overmorgen en die dag daarna ga ik lekker met Claudia. Dat is dinsdag, woensdag, vrijdag ga ik met Claudia. Gaan we ergens in het weekendje waarschijnlijk nog. Moet helemaal top komen. Ik ben in ieder geval aangekomen bij de sportschool. Dus daar ga ik lekker heen. We beginnen een nieuwe dag. Na de sportschool ga ik trouwens naar een supermarkt. Een supermarkt waar ik zelf nog niet ben geweest. Dat heet Centrum. En dat is blijkbaar ook een grote supermarkt. Ik hoop dat er iets minder keuze is dan bij Hypermarkt. Want daar kon ik echt niks vinden. Heb je die vlog nog niet gezien? Bekijk hem dan zeker nog even. Ik ga in ieder geval even sporten en dan zie ik jullie zo. Schijnt goed jongens. Poh, lekker windje erin. En een heerlijke sportsessie gehad. Helemaal top. Nu onderweg lekker naar de auto en dan gaan we even een winkelcentrum bezoeken. Fucking kut. Ik was gewoon mijn water vergeten. Hè. In de hele sportsessie heb ik gewoon dus geen water gedronken. Fucking raar ook. Er was gewoon iemand in die kleedkamer. Was gewoon aan het scheren. Like, het is een fucking sportschool. Misschien is dat hier heel normaal en dan ben ik gewoon nog te Nederlands om dat te snappen. Ik ga nu in ieder geval naar de supermarktcentrum. Ik ben er dus nooit zelf eerder geweest, dus voor mij is ook alles nieuw. Ik heb uiteraard weer een boodschappenlijstje gekregen van Claudia. En ik ben heel benieuwd hoe het in die winkel gaat zijn. Ik hoop niet dat het zoals de hypermarket was, zoals waar we laatst waren. Want daar kon ik echt niks vinden. Er waren alleen maar lokale producten. Dus ik hoop dat dat het niet is. Maar ja, je weet het nooit hier. Ik weet niet hoe ik het elke keer voor elkaar krijg, maar ik beland bij een andere supermarkt dan ik dacht. Het is wel Centrum, maar niet op de plek waar ik dacht. Maar ja, op zich maakt het niet uit. Volgens mij is het allemaal één pot nat. Alleen die hypermarket was natuurlijk nog groter, zeg maar, dan de normale Mangoose. Maar ik ga hier eens even naar binnen en ik ga eens even kijken. Ik ben echt heel benieuwd. Ik heb er echt geen beeld bij. En jullie denk ik ook niet. Ik ga het eens even laten zien. Oké jongens, ik ben in de supermarkt en heb ik al wat dingetjes gepakt. Mijn karretje staat daar om de hoek. Maar het is al een stuk beter dan Mangoose, die hypermarket. Ik bedoel, ze hebben nog steeds duizenden soorten rijst. Daar niet van. Maar ze hebben hier ook gewoon normale producten. Zoals hier. Ik loop even ergens random heen. Maar honig, zeg maar, wat je eigenlijk ook gewoon gewend bent in de Nederlandse supermarkten. Dus dat is helemaal top. Het is voor mij alleen even kijken waar alles staat. En dan ben ik eigenlijk zo klaar, denk ik, hier. Alhoewel, ik kon net wel wat dingen niet vinden, zoals rucola en zo. Dus daar zou Claudia wel weer blij mee wezen. Ik ga eens even kijken en dan laat ik jullie zo nog even wat extra dingen zien. Dit is dan wel weer even anders. Dan ben je op zoek naar pannenkoekenstroop. Alleen, je gaat natuurlijk altijd voor die Van Geelse pannenkoekenstroop, je weet. Dan denk je van zulke. Maar ze hebben de normale hier niet. Dat is minder. Dus dan moet je toch voor een alternatief gaan. En dan neem je zoiets als dit mee. Maar ze hebben veel dingen ook echt wel. Want ik dacht, er stond bloemschalen, bloemkoolrijst. En ik dacht, Claudia, gaan ze hier toch helemaal niet hebben? Maar jawel hoor. Ze hebben hier gewoon bloemkoolrijst. Moet je kijken, gewoon van Jumbo en zo. Ja, als je dit winkelmandje ziet,
dan zijn het eigenlijk vrijwel bekende producten. Zit er een paar uitzonderingen tussen. Zoals de stroop. Kijk, dit is het lastige als je in een buitenlandse winkel staat. Je zoekt een rucola. Dat is blijkbaar dik. Het heet Rocket. Maar dat is blijkbaar wel rucola. Dat is uiteindelijk gevonden. Maar je staat weer helemaal de fleuris te zoeken. Je kan de helft niet vinden dan. Maar over het algemeen, deze winkel is echt 10 keer beter dan die hyper maken. Dus een goede vooruitgang. Ik ga even wat vlees halen. Even kijken hoe dat hier eraan toe gaat. Volgens mij is het niet zo heel bijzonder. Want je hoeft volgens mij geen nummertje hier te trekken. En het is volgens mij alleen zeggen, ik wil een kipfilet. En dan is het volgens mij klaar. Ik dacht, ik verras Claudia nog even met een colaatje. Maar ik weet niet waarom, maar ze hebben hier alleen maar normale cola. Kijk, het is alleen maar normale. Ah, ze hebben wel zero, maar die is op. Maar ja, kijk dat vak verschil. Dit is voor zero, dit ook. En de rest is alleen maar normale cola. Jijks. Ik was net trouwens op zoek naar beschuitjes en ik heb hem gevonden. Kijk, ik heb ze gevonden. Maar ik werd echt van gangpad 11 naar 6 gestuurd en toen weer naar 11 en toen weer. Nou ja, drama. Ik denk dat ze daarachter ergens stonden. Dus eindelijk gevonden. Ik ben trouwens klaar met boodschappen doen. Ik heb alles weer netjes in de auto zitten. En heeft net een mannetje mijn tassen ingepakt. Alleen ik had geen guldens bij me. Ja, nu hebben we altijd kleingeld liggen in de auto. En ik zie hem daar volgens mij lopen. Dus ik loop even langs hem heen. Super schattig. Hij was er echt wel blij mee dat ik nog even naar binnen kwam. Had hem ook echt niet zien aankomen volgens mij. Anyway, wij gaan nu lekker naar huis. En dan ga ik jullie nog even de boodschappjes laten zien. Ik heb echt geen idee wat Claudia er allemaal van gaat maken. Maar dan heb je in ieder geval een beetje een idee wat we deze week in huis hebben. En volgens mij heeft zij ook wel een foodschema, zeg maar, wat wij deze week eten. Op welke dag. En dan laat ik jullie dat ook meteen even zien. De supermarkt was trouwens niet heel veel groter dan ik denk wat je gewend bent in een Jumbo of een Albert Heijn in Nederland. Om een beetje een inschatting te geven van hoe de supermarkt eruit zag. Verder super fijne supermarkt. Hier ga ik zeker nog wel een keer naar terugkomen. Alleen voor de content gaan we natuurlijk eerst even wat andere supermarktjes af. Om jullie een beter beeld te geven over hoe de andere supermarkt eruit ziet. Ik ben bijna thuis. Pak ik even de spullen uit. En dan gaan we weer door. Ik ben thuis en ik ga jullie even de boodschappen laten zien. Dit is deel 1. Nou ja, wat bacon, kaas, kipfilet, cherrytomaten, wraps, paprika's, rucola. Waarvan ik het niet kon vinden. Broccoli roosjes voor in de diepvries en bloemkoolrijst. Dat is deel 1, dit is vooral voor de koelkast, dus dat ga ik even snel in de koelkast leggen nu. Sorry trouwens voor het overlast van het geluid, ze zijn hierboven bezig met de jacuzzi zoals je in de vorige vlog hebt gezien. Dus dat is het achtergrondgeluid wat je op het moment hoort. En deel 2 van de boodschapjes, zilvervliesrijst, flesje cola, beschuitjes. Dit is pannenkoekenstroop, ranja, eieren, wat volkorenpennen. En wc-papier. En daarnaast had ik nog wat appels en banaantjes. Ik ben heel benieuwd wat Claudia hiervan gaat maken. Volgens mij heeft ze hier dat voedingsschema wat we deze week allemaal gaan eten. Dus ik ga dat even erbij pakken. Dit is het voedingsschema wat Claudia gebruikt. Nou ja, hier kun je dus al die boodschappen zien die ik allemaal heb gehaald. Dit is dan voor maandag. Dan kun je zo zien wat het avondeten is. Dus pasta salade met carpaccio, pannenkoeken. Kip met rijst, aardappels, broccoli, kipburger, truckiepan. Een truckiepan is een wagen die gaat normaal pas om 9 uur open. En dan kun je dan voedsel kopen. Hij is iets super curaçaos. En daar gaan we uiteraard binnenkort ook nog een keer heen. Maar ik zie dat Claudia me heeft opgeschreven voor vrijdag. Dus wil je dat zien, abonneer vast op mijn kanaal. Dan ben je sowieso op de hoogte. Nou, in het weekend is Claudia natuurlijk vrij. Dan gaan we lekker uit eten, zie ik hier op zaterdag. En dan misschien een soepje voor zondag. Maar ja, je weet het nooit in het weekend. Nou, dat is ongeveer hoe ons etenschema eruit ziet voor deze week. Of voor ons aan houden is altijd de tweede. Ik was net even die bon aan het bekijken en ik zag ineens Sugar Bee en dan 5 keer erop staan. Dat is fucking 5,5. En ik ging even kijken wat het was. Het was dus fucking appels. Dus ik heb per appel... heb ik het 2,50 betaald. €2,50 voor 1 appel. Dus ik heb gewoon 12,50 aan appels gekocht. 5 appels, 12,50. Helemaal crazy. Dat gaan we dus ook niet nog een keer doen. Anyway, ik moet nu heel snel aanmaken, want ik moet Claudia ophalen. En we hebben er zo nog een afspraak. Vertel ik jullie in de auto even wat meer over. Nou jongens, ik zit in de auto hè. Oh, ik ben alweer laat. Lekker las. Wanneer ik een keer niet laat kom jongens. Het zou toch wat zijn. Het zou toch wat zijn. Oh, even iemand voorlaten.
Maar dan moet ik meteen de hele reeks voor laten waarschijnlijk. Maar ja, kan ik mooi even vloggen. We zijn onderweg naar Claudia om haar op te halen. En we hebben zo nog een afspraak. We moeten namelijk naar Flow. Dat is de internetprovider van dit eiland. En ja, als je eigenlijk internet wil, dan kom je al snel daar. Volgens mij is er nog één andere. Ik weet de naam zo even niet meer. Maar je moet een afspraak hebben. En we hebben die afspraak denk ik echt 1,5 week geleden gemaakt. Zo lang duurt het hier allemaal. Dus daar gaan we straks even heen. Het komt wel mooi uit, want een van die chippies doet het niet. En die hebben we toevallig ook bij Flow gehaald. We hebben toch een afspraak, dus we gaan dat ook meteen even inleveren. Daarnaast kon ik wat spullen niet vinden bij de supermarkt. Dus we gaan zo waarschijnlijk nog even langs de supermarkt. Het was volgens mij pijnboompitten wat ik niet kon vinden. En smaakmakers voor de rijst. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Maar het kan aan mij liggen. En dan vanavond gaan we nog beachtennissen. Het is weer maandag, dus ik had me weer opgegeven voor de beachtennis. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik ga in ieder geval even snel Claudia ophalen. En dan zie ik jullie zo weer. Hallo. Hallo daar. Hallo daar. Oh, goed. Ja, mijn mobiel. Ja, hoe was je dagje? Goed. Ja? Je wel? Helemaal bon. Helemaal bon. Waar gaan we eerst heen? Wel supermarkt of gaan we eerst naar Flow? We gaan wel eerst naar Flow. Oké. Nou, dan gaan we even het internet afsluiten. Zo, we zijn alweer bij Flow hierachter geweest. Waarschijnlijk gaan we een contractovername doen, dus we moeten weer een nieuwe afspraak maken. Zoals dat hier gaat in Curaçao. We zijn ook al even langs de supermarkt geweest, dus dat is ook helemaal top. Dat is ook geregeld. En nu gaan we naar huis en dan gaan we volgens mij daarna gaan we beachtennissen. We zijn nu nog even wat dingen aan het regelen voor de auto. Waarschijnlijk kunnen we die morgen ophalen, maar dat is nog niet heel zeker. Hij moet nog gekeurd worden en zo. We zijn nu even aan het regelen dat hij gekeurd kan worden. En dat we hem hopelijk morgen of overmorgen kunnen ophalen. En dan hebben we gewoon lekker onze eigen auto. Nu in ieder geval onderweg naar huis. En dan gaan we ons even klaarmaken voor de beach tennis. We hebben een spin gespot. En Simba moet hem even aanvallen. Oh, Simba. Simba, jongen. Simba, nu. Simba, hij zit onder de kast. Aan die kat heb je geen reet, jongens. Jawel. Oh, Claudia ja. Heeft nog, die ja, gelooft er nog in, maar ik niet. Maar we gaan wel filmen. Hij gaat die kant op, kruip hem onder zijn poot. Gaat hij hem opeten? Ja. Meen je? Ja. Oh, daar, oh, pak hem. Oh, god. Hij heeft hem, hij gaat hem opeten. Fucking spin. Oh mijn god. Hij heeft gewoon een spin opgegeten. Oh, you crazy, bro. You crazy. Die kat is helemaal gek, maat. Helemaal crazy. Nou, spinnetje opgelost. Oh, trouwens, we zouden vandaag carpaccio eten. En blijkbaar heeft... Ik heb natuurlijk vandaag de weekboodschappen gedaan. Alleen Claudia is vergeten de carpaccio op de lijst te zetten. En zij dacht dat ze hem er wel op had gezet. En ik dacht van, huh? Ik zag al dat we carpaccio gingen eten. En toen dacht ik van, waar heb jij carpaccio gehaald? Dus ik dacht, zij heeft dat natuurlijk al gehaald. Maar blijkbaar niet. Dus we hebben helemaal geen carpaccio. Dus we moeten even kijken. We rijden straks of langs de trail. Of we gaan een trucjepan bezoeken. Die katten zijn soms echt grappig, maar dat is echt content op zich. Alleen het is jammer dat mijn camera altijd zo moeilijk doet in zo'n donker licht. En dan lijkt het net alsof die een beetje achterloopt. Alsof er een soort van vertraging in zit. Dus ik moet daar even wat voor gaan verzinnen. Ik zat net te denken. Misschien kan ik dat ook wel met de GoPro filmen. Maar ja, het is alleen wat ander geluid, wat minder goed. Maar ja, dan heb je in ieder geval wel een normaal beeld. Ik weet niet wat vervelender is. We zijn in ieder geval aangekomen bij het beachtennissen. En dat is daarachter. En we gaan eens even een potje tennissen. Claudia is er helemaal klaar voor met haar sportieve outfit. We gaan er wat moois van maken. Zo, ik sta hier heerlijk te chillen naast het beachvolleybal. Ik heb mijn shirt maar even uitgetrokken, want het is fucking warm. En hier achter mij wordt lekker gebeachtennist. We zijn met aardig wat mensen, dus het is een beetje doorrouleren. Dus we doen rustig aan. Ik wacht even mijn beurt af en dan ben ik zo als goed is weer aan de beurt. Maar ja, dat kan moeilijk filmen natuurlijk, omdat ik dan in het veld sta. Zo, klaar met biertje en ook nog even een drankje nagedaan bij 6 hierachter. Maar ik loop hier toevallig even over het strand heen. Moet je even kijken wat een mooie zonsondergang daar achter is. Claudia maakt ook even een fotootje. Moet je kijken, wat een uitzicht. Oh, helemaal top. Anyway, wij gaan maar eens even kijken of we nog een carpaccio kunnen scoren. Dat moest nog. Maar anders hebben we geen eten vanavond. Nou ja, anders gingen we naar Truckiepan natuurlijk. We gaan eens even kijken bij de Van der Twil of wij een carpaccio kunnen halen. Zo, wij komen net uit de Albert Heijn en we hebben carpaccio gehaald. Maar mevrouw is er eigenlijk niet zo blij mee. Want die wil eigenlijk heel graag naar een Truckiepan, hè? Hé? Ja. Maar, wat gaan wij doen?
Gaan wij koken of gaan wij naar een truckiepan? Gaan wij koken, zegt hij ook nog. Ja, eigenlijk kookt alleen maar Claudia. Because she's a beast. Claudia heeft nooit zin om s'avonds te koken. Maar wil je nu echt heel graag naar een truckiepan? Want anders gaan we vrijdag. Ja, weet ik, maar ik heb nu zin om naar een truckiepan te gaan. Oké. Jij mag kiezen. Ja, dan weet ik het. Ja? Wat wordt het? Ja, truckiepan. Ja? Ja? Oké, jongens, we gaan naar de truckiepan, ik ben overtuigd. Dus, maar waarom wilde jij niet dan? Wat? Naar de truckiepan? Ja. Ja. Ja, vertel, waarom wilde jij? Ik weet niet, ik heb niet heel veel honger. Maar ja, anders... Wel. Oké, okay. Nou ja, Claudia heeft wel heel veel honger. Dus, wij gaan naar de truckiepan. Nou, we zijn door. De camera loopt misschien een beetje langzaam omdat het licht al een beetje donker is hier. Maar dit is de truckiepan. Ja, besteld eigenlijk soort uit een truck. Ik ben heel benieuwd, want dit is een van de beste aangeschreven truckiepans volgens mij van het eiland. Tenminste, 2014 tot en met 2019 hadden ze alle prijzen gewonnen. Dus ik ben heel benieuwd. In 2020 trouwens niet. Oh. Maar ja, ik weet niet. Misschien is dat een andere. Moet ik even opzoeken welke dat is. Wij gaan even bestellen en dan zie je ons eten. Zo. Nou jongens, ons eten is aangekomen. Het is wel een beetje winderig. Maar het ziet er toch uit. Het was echt super snelle service. We zitten trouwens ook onder een dikke bouwlamp. Dus ik hoop dat het licht nog een beetje goed is. Dit is het geworden. Lekkere grilled chicken met wat frietjes. En jij hebt een sperrups. Sperrups met frietjes. Ziet er goed uit. Lekker man. Genieten. Heerlijk gegeten bij de truckiepan en we zijn weer thuis. En het is het einde van de vlog. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Laat even weten in de reactie wat je van deze video vond. Abonneer even op mijn kanaal, want morgen om 4:15 staat die nieuwe vlog gewoon weer online voor jou. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg en dat is ajo en tot morgen.